Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Cubis, Provincie Noord-Brabant en Fonds 21. De Media Battle. Een quiz waar mediawijsheid centraal staat. Slim zoeken, boven parate kennis. Zet media bewust in en beoordeel de gevonden informatie. Zo kom je tot het juiste antwoord. Er zijn in totaal 3 rondes. Wie wint deze Media Battle? Ik ben hier vandaag op het Prinsentuin van Koot in Breda. En op deze middelbare school is vandaag de Media Battle. En we gaan natuurlijk weer spelen met 3 klassen die het tegen elkaar op gaan nemen. Ja, ik doe dit shot eigenlijk gewoon voor mijn schoenen. De vakken zijn getekend. Het plein is leeg. Dus hier zijn de klassen. 2-1, kom erbij! Kom erbij, kom erbij! High five! Yes, 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 yes! Caitlin, hoe heb je je voorbereid op deze quiz? Met een shirt. Met een shirt. Ja, dat is heel goed. Team rood. 3, 2, 1, en dan? Dab. En dat is? Sonazi. Kim, jij bent letter A. Amazing. Yeah! Woo! Volgens mij gaat het helemaal goed komen met deze klas. Ja, en je ziet ze nog niet, want ze staan in het donker. Maar hier zijn ze. 2G2. Onder leiding van Bas. Ja, en de B. Hoe kan het ook anders? Hoort bij... Bas. En we hebben nog 1 team nodig. Daar komen ze aan. Team blauw. 2G3. Kom er bij, jongens. Klaar voor meiden? Klaar voor? Jeetje, wat zijn jullie een grote groep, zeg. Je staat nog tegen het vak aan, maar je past er net in. Ja. Wat zijn je hobby's? Tractorrijden en gamen. Tractorrijden en gamen. Ben je ook een gamer? Nee, maar ik ben wel echt sociaal verslaafd. Is hij goed? Nee. Oh. Ja. Ja, daar moest ik net zijn, want jij bent natuurlijk de C van Citroen. Prinsentuin van Koot, zijn we er klaar voor? Ja! Oké, dit is de Media Battle. We beginnen met 3 klassen waarvan er maar 1 door kan gaan naar de volgende ronde. De vragen worden beantwoord door in het juiste vak te gaan staan. Welke klas weet door slim samen te werken de meeste leerlingen over te houden? Vraag 1. Welke Nederlander heeft de meeste volgers op Twitter? Is dat antwoord A, DJ Chesto, B, Robin van Persie, C, Wesley Snijder? De tijd gaat nu in! Oh, een hele aardverschuiving! Oké, okay. Waar ga je naartoe? Ga je die kant op, ga je die kant op? Ja, Bas, jij staat hier trots met... Met B. Letter B. Niemand bij jou? Nee. Wij gaan alvast even stiekem kijken op Twitter. Van Persie zou het moeten zijn, denk ik. Is het goede antwoord? Nee. 7,9. Bijna 8 miljoen volgers. Bijna 8 miljoen volgers. Ja. Dat is veel meer dan de rest. Ja, precies. We gaan het eens even zeggen. Jongens, het goede antwoord moest zijn... Antwoord B! Robin van Persie! Jullie mogen allemaal naar huis! Tot ziens! Nee, grapje. We hebben nog 2 vragen. En die gaan uitmaken wie naar de volgende ronde mag. We gaan door naar vraag 2. Wat geeft de meeste afleiding tijdens het huiswerk maken? Is dat bij Kim? Antwoord A, WhatsApp. Is dat bij B, muziek luisteren? Of is dat antwoord C, YouTube-filmpjes? De tijd gaat nu! Ze lopen redelijk rustig, lopen ze over naar hun eigen vak. Ja, stop. Kijk, nu gebeurt er iets aardigs. Want het goede antwoord was antwoord B! Er heerst hier ongeloof, er heerst hier verbijstering. Ik snap er niks van. Ik snap er ook niks van. Nee, ik had echt gedacht, wat zeg? Deze heb ik niet meer nodig, want hier komt de laatste en de allesbeslissende vraag. Hoeveel procent van de jongeren zit er op Instagram? Is dat 40%, B 50% of is dat antwoord C 75%? 50. En jullie tijd gaat nu in! Het is een beetje twijfelen. Ze lopen een beetje aarzelend.
Oké, okay, blijf je staan of ga je door? Wat doe je? Je gaat toch weg? Oké. Okay. Jij blijft daar staan. Stop de tijd. Oké, okay, moet je kijken. Een blauwe. Nog een blauwe. En hier staat de rest. Jongens, weet je wat dit betekent? Als het antwoord B of antwoord C is, dan zijn zij de held van de klas en de wint blauw. Maar als het antwoord A is Kim, ja, dan gaat het groene team glansrijk door naar de volgende ronde. Ja. Het goede antwoord moest namelijk zijn antwoord B. Ze blijft er zo cool. Dat Instagram razend populair is bij jongeren, dat wist je natuurlijk al. Maar kan ik je dan nog iets vertellen wat je niet wist? Dat denk ik wel. Want wist je dat de meerderheid van de mensen op Instagram vrouw is? En dat 50% tussen de 15 en de 19 jaar is. De populairste categorieën zijn fashion en sport. En bij sport heb je natuurlijk over voetbal. Voetbalclubs en bekende namen. Messi, Ronaldo, Sneijder. En geiten zul je vast ook wel zien op Instagram. Maar een hangbuikzwijntje is natuurlijk helemaal het einde. Dat er alleen al op Instagram 235 miljoen foto's zijn geplaatst onder de hashtag selfie, dat moest ik zelf ook even googlen. Het is op. In deze individuele ronde krijg je een vraag te zien via de Instagram-pagina van de Media Battle. Vind het juiste antwoord en post dit. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaat de tijd nu in. Wat zie je staan, jongens? Wat is de meest gelikte foto in 2015? Op Instagram. En trouwens, jongens, je moet ook nog in het lokaal zijn, hè? Oh, dan wordt er opeens vaart gemaakt. Nu wordt het interessant. Oké. Okay. Ze zaten opeens weer stil en nu beginnen ze met rennen. En de vraag is, wat is de meest gelikte foto op Instagram in 2015? En omschrijf even wat je daar ziet. Kom op, rennen, Joost. We staan ook achter de computers om op te zoeken met z'n allen. Ik ga checken, hè? Je moet het eronder posten. Wow. Met z'n allen hier naar achter. Ik zie hier al een foto verschijnen. Maar er is nog geen post uit, dus ik weet nog niet wie de winnaar is. Er staan al een aantal reacties onder, zoals je ziet hier. Stop de tijd! Wie is Shania? Kom jij eens naar voren. Shania, kom eens. Welk antwoord gaf jij? Ja, van Kendall Jenner. Dat zit met de haar in hartjes. Met de haar in hartjes. Kendall Jenner, de halfzus van Kim Kardashian, hè? Dat is het goede antwoord. Je hebt gewonnen en de prijs die komt er aan. En selfie stick. We verdelen de klas in twee teams. Een goede zoekstrategie en het juist beoordelen van de gevonden informatie is essentieel. Ja, ronde drie. En in deze ronde mag iedereen meedoen, maar niet iedereen kan winnen. Even kort tussendoor. Guus, wat is je favoriete dier? Mijn favoriete dier is een hond. Een hond. Even kijken, Corné, wat is jouw lekkerste snack? Kipcorn. Kipcorn. We gaan strijden met team hond tegen team kipcorn. Zijn we er klaar voor? Ja! Oké, dan gaan we beginnen met vraag 1. Snapchat is zo populair dat er een bekend social media bedrijf is die Snapchat heel graag wilde opkopen. Maar de eigenaren van Snapchat zeiden nee, op dat aanbod gaan we niet in. Mijn vraag is, welk bekend social media bedrijf wilde Snapchat overnemen en welk bedrag hebben ze daarvoor geboden? Dus ik wil een naam van jullie weten en een bedrag. De tijd gaat nu in. Oké. Okay. En er wordt gelijk druk gezocht. Er wordt ook overlegd in het oog. Ja, stop de tijd. Handen weg. Oké. Okay. Ik wil van jou weten welk bedrijf is dat en voor welk bedrag. Door Facebook van 2,2 miljard euro. Facebook zeg jij en 2,2 miljard euro? Dat antwoord is helemaal goed. Een punt voor je hondjes. Zit jij op Snapchat? Nee. Je zit niet op Snapchat. Nee. Maar ik zag wel wat anders voor jou. Doe eens je rechterhand in de lucht. Wat is dat?
Dat is van de Dutch YouTube Gathering 2016. Dan komen er heel veel YouTubers samen, die worden uitgenodigd en die gaan dan allemaal handtekeningen uitdelen en foto's. Dat is heel leuk. Wat cool. Ben je zelf op de foto geweest? Ja, met heel veel bekende YouTubers. Quabblekop, Jellies, Logoman, Gio. Aha, veel bekende kijk, YouTubers. We hebben een kenner hier in huis. Nou, dan zit je bij deze quiz helemaal goed. De volgende vraag is even een serieuze. Luister goed. De grootste social media hype vorig jaar was toch wel Je suis Charlie. He, dat was naar aanleiding van die aanslagen in Frankrijk op het satirische blad Charlie Hebdo. Maar de vraag is, wie is er met deze hype begonnen? De tijd gaat nu in. En ik wil een naam horen. Die bekende quote. Je suis Charlie. Wie heeft hem als eerste op internet gezet? Wikipedia wordt erbij gehaald. De meiden hier zitten nog op de Google te kijken. Kom op meiden, ze zijn al snel verder hoor. Je moet echt even doorklikken. Dag. Ja, ja. Oké, stop de tijd. Handen weg. Als dit goed is, dan maken jullie 1-1. Jij mag het echt zeggen. Jochem, ik kan het niet uitspreken. Jochem Ronkin of zo. Joachim Ronkin? Ja. En dat is het goede antwoord. Punt voor jullie erbij. Ja, met de komst van social media is er natuurlijk een heleboel veranderd, hè? Ik bedoel, je krijgt de hele tijd op je telefoon allemaal appjes binnen. Ja, je bent eigenlijk gewoon vaak ook afgeleid, weet je wel. Maar goed, de vraag dus, de volgende vraag is dus belangrijk. Wat betekent het begrip FOMO? De tijd gaat nu in. Ja. Oké, stop de tijd. Stop met typen. Wat betekent? Fear of missing out. En wat betekent dat? Is de angst om iets belangrijks of leuks te missen. Op social media? Ja. Reken ik goed, punt voor jullie erbij. Ja, en dat maakt de stand dus 2 voor de kipkorrens en 1 voor de hondjes. Misschien kunnen ze nog gelijk spel komen. We gaan het zien. Hier zijn de kinderen gewoon hartstikke druk aan het werk, zonder telefoon. Sterker nog, je mag hier niet eens een telefoon hebben. Maar het onderzoek blijkt dat steeds meer jongeren tussen de 13 en de 18 jaar lijden aan een vorm van social media stress. Dat betekent dat je eigenlijk niet eens zonder je telefoon kan, omdat je dan bang bent dat je dingen mist, dat je buitengesloten raakt. Als deze angst nou echt ernstige vormen aanneemt, dan kunnen we zeggen dat je lijdt aan FOMO, Fear of Missing Out. Vooral jongeren die al weinig zelfvertrouwen hebben, zijn hiervoor gevoelig en die willen dan op Facebook steeds meer positieve berichten horen om zo hun zelfvertrouwen op te krikken. En zo kweek je eigenlijk onbewust verslavingsgedrag. Nou, zo iemand is natuurlijk altijd druk bezig met zijn telefoon. En als je met iemand in gesprek bent, dan heeft hij meer focus voor zijn telefoon dan voor jou. En is eigenlijk continu bang om iets te missen. Oh, wacht even hoor. Even. Ja, ik heb een paar oproepen gemist. Wacht even. Hey, even een hele andere vraag, dames. Houden jullie van katten? Ja, niet echt houden van, maar ik vind ze wel lief. Kijk je wel eens van die filmpjes op internet? Van die grappige filmpjes, weet je wel? Die katten die overal vanaf vallen en zo. Die zijn leuk, hè? Ja. Nou, ik kijk er een heleboel en die filmpjes zijn heel populair. Maar er is één filmpje dat is zo populair, dat wordt ontzettend veel bekeken. En dat is met een kat die allemaal van die gekke regenboogjes achterlaat op je scherm. Maar dat is geen echte kat. De vraag is, zoek dat filmpje op en geef mij de naam van die kat en de tijd gaat nu in. Ik wil een filmpje en ik wil de naam hebben. Als je het weet, steek je hand in de lucht. En dan gaat Luc even kijken. Ja. Oké, stop de tijd. Oeh. Ik moet het weer doen. Het muziekje begint al met spelen. Kom eens kijken, Joost. Wie is dit? Nyan Cat. Hoe heet die? Nyan Cat. Dat is het goede antwoord. De spanning bouwt zich op. 2-2. Spanning is hier te snijden. Ik voel letterlijk de zenuwen en de plakkende handjes hier in mijn handen. Want ja, je weet het. Als jullie nu het goede antwoord geven, dan win je voor je hele team dus allemaal een te gekke prijs. Luister goed. Voor de allesbeslissende vraag. Wie gamen er meer? Meisjes of jongens? En ik wil op jullie PC een bron zien waar je het goede antwoord hebt gevonden. En de tijd gaat nu in. Oké, aan de slag. Ik wil niet alleen het antwoord, ik wil ook horen waar je het hebt gevonden. Laat het me zien, steek je hand in de lucht. Oké, stop de tijd. Stop. Jullie mogen niks meer doen. Oké, wie gamen er meer? We hebben op Wikipedia gamen opgezocht en er staat jongens. Hier staat jongens. En dat is het goede antwoord. Jullie hebben gewonnen.
Kom maar, weet je wat je wint? Een te gekke box, alsjeblieft. Iedereen krijgt een te gekke box. Neem hem mee naar huis. Leuk dat je hebt gekeken naar deze aflevering van Media Battle. Wij feesten nog even door. Graag tot de volgende keer. Hoi, alsjeblieft. Alsjeblieft, jongens. Ik kom volgen.